mijn Roblox gaming kanaal. Ik ben Jorgo, een Roblox gamer. En vandaag, dames en heren, gaan wij Luxburg spelen. Het werd weer tijd. Wauw. Dus ik ben er helemaal klaar voor. En ik zeg, let's do this. Let's go. Ik heb nog steeds 95 Robux. Doe allemaal een blauw duimpje omhoog. En dan ben je ook eventjes mijn kanaal hier beneden. Als jullie willen dat ik die 95 Robux er niet ga uitgeven. Er zijn zoveel dingen met 100 Robux. Zoals bij Mad City. Bij andere dingen. Dus ja, like en abonneer. En laat het ook even zien in de reacties achter. Voor nu gaan wij Luxburg spelen. Ja, dus let's go. Ik ben heel erg benieuwd wat het gaat worden. Ik weet niet wat we als allereerst gaan doen, maar dan moeten we het dan eventjes zien. Oh, jeetje. Oké. Ik ben wel super blij met mijn nieuwe skin. Laat ik dat eventjes voorop stellen. Mijn nieuwe skin, die was helemaal gratis. Ik hoefde niet deze Robux aan. Dit is echt zo erg, hè. Ik had zeg maar nog 15 Robux. En ik wilde dat uitgeven aan een nieuwe skin. Nou, wilde ik het uitgeven aan een nieuwe skin. En toen dacht ik, nou, zijn niet zo leuke dingen voor 15 Robux. Dus toen kocht ik nog 80 Robux erbij. 80 Robux. Dus ik kocht die 80 Robux. En toen had ik 95 Robux van de vorige keer. Ja, toen had ik 95 Robux. En toen zag ik opeens een skin die super mooi was. En die was helemaal gratis. Dus toen klikte ik dus eigenlijk gewoon letterlijk op dat ding. Op dit, hoe heet het? Toen klikte ik eigenlijk op die skin. Toen kreeg ik die skin ook. Alleen had ik die 95 Robux voor niets. En dat is nou super kut. Nou, voor het geval, we zijn dus lekker in Luxburg. Nou, ik ben bijna even groot als de deur. What the fuck. Echt totaal niet handig gewoon, maar oké. Laten we even kijken namens mijn moeder samen. Shit, mijn camera staat ervoor. Zeg maar, jullie kunnen niet zien hoe mijn behoeften zijn. Maar je kan jullie kunnen niet zien wat mijn... Oké, nu kan ik wel zien hoe mijn behoeften zijn. Jullie kunnen dus niet zien wat mijn behoeften zijn. Bijvoorbeeld, ik heb bij Fun 68, Honger 68, Energy 80 en Hygiëne 89. Maar jullie kunnen dat niet zien. En dat is natuurlijk super jammer. Ja, maar goed, ik ga even naar opties. Ik moet namelijk iets doen bij de opties. Opties. Hallo? Waar zijn de opties? Misschien duurt het eventjes. Nee. Oké, duidelijk. Ik kan dus niks doen bij de opties. Waarom kan ik niks doen bij de opties? Oh jawel, kan ik wel. Oké. Language en Nederlands. Oh shit. Nederlands. Nice. Ik heb het dus nu eventjes opgeslagen. Hij is nog aan het opslaan. Maar oké. Dat komt wel goed. Want kan ik nu bijvoorbeeld dan mijn huis zien? Oké. Dat is wel raar, ja. Nou, maakt niet uit. Ik heb een mooi huis. Ik denk dat ik dit heel erg later ga upgraden. I'm sure about it. Zo ga ik dit huis echt niet laten. Alleen voor nu zit ik wel super duper goed. Heel erg goed. Dus. Maar ik ga eventjes... Oh shit, man. Shit, nee. Dit wil ik allemaal niet. We gaan werken. Maar dit kan wel eventjes... Dit is helemaal een taak waarbij het best wel... lang duurt, maar ik ga nu vissen. Klinkt echt zo raar. Ik ga nu vissen. Go to work. Werkloos, kassier, kapper, monteur, pizza maker, bezorger, visser. Dat wil ik. Ik hou wel van een potje vissen. Dus laten we gaan vissen. Want ik ben echt een man. Een man in vissen. Oké, dat is een leugen.
Maar goed. Duurt te lang. Sta hier al een tijdje met mijn konijntje. Dit is echt een feitje. En er komt een bijtje. En dat is een leugen. Oh. Yo, what the fuck? Hoe ziet mijn hoofd eruit? Mijn hoofd ziet er zo fucking mongolisch mogelijk uit. Oké. Nou, ik heb toen de eerste vis gevangen, is 11 euro per vis. Dus, ja, dat. Het duurt te lang eigenlijk. Inkomsten verhogen. 300 euro? 300 Robux? Jeetje man. Nee, liever niet. Echt niet. Jongens, ik zie je eigenlijk later. Doordat ik een beetje geld heb. Zodat we weet ik wel wat we kunnen doen. Dan zien we wel wat we kunnen doen. Want ja, nu schiet het echt gewoon 1 meter op. Tot zo. Zeg maar, ik ben nu eventjes aan het kijken. Want ik kan dus dingen kopen. Koop geld bijvoorbeeld. Wat als ik geld wil kopen? Ja. 20 Robux voor 1000. En 160 Robux voor 10.000. Jeetje. Dat is wel heel erg duur. Nou, niet echt duur. Alleen ik heb zeg maar geen 160. Ik heb net geen 100. Yo, voor 90 Robux kunnen wij 5000 euro kopen. Zo, knetter. Nou, hoe is niet niets? Je kan ook dit soort dingen kopen. Yo, dit is wel heel erg. Oh, yo, dit is echt heel erg fucking duur hoor. Don hoor, maar het is wel heel erg duur. Wat als ik Bloxbux wil kopen? Zo'n 50 euro. Ja, oké. Ja, nou oké. Ja, nou dat gaan we dus niet doen. Nee. Ik kap ook meteen met werken. Daar hebben we geen behoefte in. Dus. Ja. Ik heb geen behoefte in. Dus ik ga ook nu gewoon naar huis. Ga naar huis. Ja, oké. Maar, oké, laat. Dus ik ga een vergelijking doen. Mijn dit huis met het huis wat ik op mijn andere account heb. Dus. Het duurt wel een beetje langer. Ah, het duurt te lang, zeg ik toch. Ga dan ook meteen werken, jongen. Oké, dank u wel eindelijk. Oké, dus dit is mijn huis. Lekker met een boompje. Een heel klein huisje. En als ik de deur open, dan hebben we hier de keuken, van alles en nog wat. Zittafel, televisie, badkamer hier. En hier nog een slaapkamer. Met een ding, ja. Helemaal leuk en aardig allemaal. Super leuk en aardig. Toch? Nou, dit is dan weer de buitenkant. Mooi ingericht huisje. Leuk toch? Ja, dat dacht ik ook. En laten we nu eens eventjes naar mijn huis gaan. Echt gewoon naar mijn huis. Want mijn huis van mijn andere account. Nou, dames en heren, ik ben weer terug. Nou, en jullie zien hier heel erg leuk en aardig dat dit niet mijn account is. Dit is namelijk Dr. Jurgos. Nou, super leuk en aardig. Ik heb hier een hele mooie zwembadje. En daar een mooi tentje. Een mooi dikke villa. Deze gekocht. Deze gaat automatisch open. Ik heb hier een auto. En deze deur kan ook automatisch open. Wat grappig. Nou, als ik dit aanzet, deze kan ook automatisch open. Een computer van 5000 euro. Hamburgers, telefoons, piano's, stereo's. Een mooi keuken met een mooie televisie. Ja, dus de deuren. Trouwens, als het nu uitvalt, weet ik waarom. Nou, mooie kamer.